congratulations. And how wonderful to have you here for the first time at the AFAS Tennis Classics. First few games. He's hitting pretty hard. Were you surprised? Well, I was very surprised because in Roland Garros, it wasn't like this, that hard. But in this kind of course, of course, for him it's easier to hit the ball stronger and with the serve, he's a very tough opponent. It was a great match, and we have to say, when he steps onto the court, something happens. Eh? There's power, there's a little joke, and you have to run. Well, it's my game, I have to run. I was trying to hit as hard as I can, but with his shots, it was a little bit difficult, because it's not easy to move in this kind of court. But I feel a little bit better in the second set, hitting the ball and moving, so I enjoy a little bit more. How are you these days? What are you doing? Waiting for the match and now just... At home. Ah, at home, okay. We know you're here for the tournament, but what do you do in general? I have an academy, a tennis academy in Valencia. And I practice with the kids and, you know, I stay there looking for them. And also with my family at home, I have a daughter and one more coming. So I'm busy. How old? 2 years old. Oh, not playing tennis yet? No, not yet. We'll see. And you have a hotel there? Yes. Something we can book? Rooms? Is it a nice place to stay? Yeah, it's not that big for everyone, but it's pretty nice. Yeah, it's a nice hotel and I have it... right now, like 10 years already. So yeah, it's a very small hotel with 12 rooms, very like luxury, and yeah, you are invited. Oh well, Valencia, here I come. How about your Spanish tennis friends, David Ferrer, Rafa Nadal, a little bit the older generation? How is it going with the Spanish tennis? Still pretty good, I think. It's a good question, huh? Rafa, I think he has to recover from the problems, mentally stress that he had, and also some physical problems. But if he recovers, I think he will play like a high level again, and he will fight against Murray and Djokovic. David, it's you know, it's more difficult because he turns 35 next year, and. He has a lot of miles in his legs, but we'll see. I think he will try again next year, but if not, maybe he will play with us here. Next year? Oh, that's a good tip for Jaco. You still see a lot of the tennis friends, David, probably? Yes, because in Valencia there are a few tennis players, and I saw them very often because I live very close from Valencia. And of course, I practice with them to enjoy sometimes, and they come to the academy as well sometimes. So, you know, I talk with them very, very often. Well, it's very nice talking to you, Juan Carlos. Congratulations again, and I'll be coming by. Thank you very much. Dames en heren, Juan Carlos Ferrero. Wonderful. Martin, would you be so kind? Ja, applaus, dames en heren. Want, er gebeurt toch heel wat als jij de baan opkomt. Ik weet niet wat het is. Eerste vier games geen rally gezien. Maar toch is het gaaf om naar jou te kijken. Ja, ik was blij dat je geen rally zag. Dat was ook het plan, dat je geen rallies of weinig rallies zou zien. Ik heb natuurlijk 10 jaar niet getennist. Bijna niet. Ja, en dan ga je tegen Ferrero en dan weet je, ja, dat moet op zich niet te lang duren. En nou ja, dat lukt op zich erg goed. Ik heb wel in tijden niet zo goed gespeeld, dus het was op het juiste moment. Alleen niet gewonnen, maar ja, dat is altijd met die gozer zo. Ik win nooit van hem. Gek. Nou ja, 2 lange tiebreak sets is denk ik al een prestatie van formaat. En ik weet, je hebt een paar operaties gehad aan je schouder. 1, 2 misschien, ik weet het niet, maar... Die schouder, die zit nog zo los, hoe jij je voorhand, vooral die backhand langs de lijn en je service slaat. Hoe is het daarmee? Ja, wonderbaarlijk vandaag. Ik serveerde echt als vanouds. Zo niet, soms denk ik harder. Nou, de baan was ook wel erg snel, hè?
Ja, maar dat maakt niet uit. We spelen hier en ik moet zeggen dat ik... dat ook qua losheid, normaal gesproken, 3 weken geleden had ik nog een klein scheurtje of een pijntje erin. En ik denk, nou, dat wordt nog wat. En iedere keer last. Maar de laatste weken iets meer getraind. Maar ook meer tijd had om te trainen. En ja, hij voelde fantastisch aan. Dus, en ik serveerde goed. En hoe heb je het beleefd? Je staat weer op het centercourt. Volgens mij 1 game even inkomen en daarna je maakte een grapje. Je was weer het mannetje op de baan. Volgens mij voelde het hartstikke goed voor je. Ja, ik was eigenlijk gisteren en die weken ervoor meer nerveus als de dag zoals vandaag. En het voelt fantastisch. Ik ben heel blij dat Jacco mij die kans gegeven heeft om hier weer te gaan staan. En ik had er zoveel plezier in. Dus mooi, fantastisch. Wij hadden ook ontzettend veel plezier, toch, dames en heren? Want wat een applaus heeft hij verdiend voor deze performance. Tot slot, het was natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk voor de omstanders, hè? En want we hebben een cadeautje voor haar meegebracht. En dat mag jij nu aan haar geven, want dat heeft ze wel verdiend. Want jij sloeg zo ongenadig hard op die bal. Ja, ik dacht niet na, maar dat doe ik wel meer niet. Ik dacht niet, nou, ik denk die bal moet weg. En toen ik het deed, dacht ik van, ja, die had ik beter die kant op of iets zachter, want we hadden hem toch niet. Maar dan zat je zo in agressie en ik sla die bal. Ik denk, oh nee, er zitten mensen, maar dat was al te laat. Dus ik kom je cadeautje brengen en je krijgt straks ook nog wel een knuffel van mij of zo. Prima. Ja? Ja, dit is de knuffel. Ja? Nee, oh, vertel even. Ja, je hebt een dochter, hè? Van hoeveel maanden? Bijna 6. Hoe heet ze? Nikki. Oh, Nikki. Nou, komt ze nog? Is ze mee? Dan heb je wel sfeer in het stadion qua geluid. Maar dat hebben we echt achterwege gelaten na de afgelopen maanden. Maar nee, ze is... Ze lijkt op jou? Ja, ze is vrij onrustig soms. Maar ik ben waanzinnig blij mee. Maar dit is nog niks waar. Maar volgend jaar wel, als ik dan ook hier mag komen, wat ik hoop. Nou, papa Martin, we hebben van je genoten. Breng jij die jonge dame nog een cadeautje voor de pijn die ze heeft gekregen. Maar dit zal ze toch wel heel erg mooi vinden. En blijft u nog even zitten, want er komen nog wat ballen in het publiek. We hebben nog wat prijsjes. Sorry.